Dit is Jan Quinten Zwart, bekend als dirigent van vele koren, waaronder ook het bekende Holland Koor. Naast het dirigeren van deze koren is hij producer van verschillende muziekproducties en maakt hij een programma bij Groot Nieuws Radio. Het publiek bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan. Daar ben ik het mee oneens. Dat is misschien wel afwijkend, dat is wat je misschien zou denken. Maar ik vind het huidige publieke bestel, ook een NCV en een EO, door middel van de opzet nu ook met de zendercoördinatoren, dat de omroepverenigingen eigenlijk geen invloed meer hebben. Dan denk ik van, gaat maar commercieel maken en dan zien we ook voorbeelden, Family 7, maar ook Groot Nieuws Radio, dat het kan, commercieel, maar dan kunnen we ook zelf de inhoud blijven bepalen. Stelling, de regering moet veel minder geld uitgeven voor hulp aan arme landen. Ik vind dat een belachelijke stelling. Veel minder geld uitgeven aan arme landen. Het is toch te gek voor woorden dat we daar nog over discussiëren. In Nederland, een van de rijkste landen van de hele wereld. Als je op vakantie geweest bent en je rijdt terug naar Nederland, zie je alleen maar de welvaart toenemen. En natuurlijk is er in Nederland ook een probleem. Maar dat mogen we niet afwentelen over de arme landen. Ik vind dat goedkope politiek. Ik ben zeer benieuwd. Had ik ook wel een beetje verwacht. Mijn dochter zei al van, jij bent in staat om je huis groen te verven. Terwijl ik ook de laatste tijd lid ben van de ChristenUnie. Maar christelijke politiek vind ik toch heel belangrijk. Dus vandaar al die jarenlange toch affiniteit met het CDA. En de laatste jaren misschien iets meer met de ChristenUnie. Ik sta nog erg in dubio, moet ik heel eerlijk wezen. Maar dat is denk ik, tussen die en deze zit het, daar ligt denk ik de keuze zeker.